hartstikke goed. Als je aan komt rijden is het al zo mooi. Dan ja. Zie je die morgen gewoon heel goed. Ja, wie zei net al dat ze dan een goed uitziet voor de leeftijd. Dus ja. Maar ja, wel leuk dat ze er is. Ja. Het feest was sowieso doorgegaan in Metrik, want er valt van alles te vieren. Maar het bezoek van prinses Beatrix op Nationale Molendag is de kers op de taart natuurlijk. En als je ook de warmte ziet en voelt van de prinses, die hier zo belangstellend is en met mensen praat, ja, ja, dat is gewoon geweldig. En dan gaat die spanning heel snel weg, dat vertel ik je. De beschermvrouwen van alle molens in Nederland gaf de verjaardag van dit exemplaar voorrang. De Eendracht maakt macht staat 125 jaar op deze plek. Maar vroeger rijden ze altijd, wordt gewerkt. En er stonden een paar karren met peer of uur met graan op en zo. En dan wordt het door gemalen. De jubilerende molen, bouwjaar 1899, is veel ouder. De Windreus had er in de Zuid-Hollandse polder al 100 dienstjaren op zitten voordat hij naar hier kwam. Prinses Beatrix hoorde het allemaal geïnteresseerd aan. In de molen heeft ze toch een paar vragen gesteld. Ja, over ja, hoe is nou de vergelijking met Italiaanse molens en in Nederland? Ja, dat vind ik een leuke vraag. Dat geeft aan dat ze er echt wel wat verstand van heeft en gevoel bij heeft. Ja. Het werk van de Eendracht stopte in de jaren 60. Inmiddels bestaat de stichting die de molen bestiert en overeind houdt 30 jaar. Dik aan de honderden jaren mee. Als hij goed onderhaald werd, dan blijft de molen het symbool van de Meertrek. Na het koninklijk bezoek werd de Eendracht maakt macht weer aan het werk gezet. Het jubileumfeest in Meertrek is nog maar net begonnen.